We beginnen in Amsterdam. Want daar heeft de politie gisteravond rond de wedstrijd Nederland-Engeland 25 tot 30 mensen aangehouden. Een grote groep Nederlandse voetbalfans zocht de confrontatie met Britse supporters. De ME wist dat te voorkomen. Even de Engelsen in elkaar timmeren, gewoon voor de grap. Deze meute is op weg naar dit café op de Wallen. Want daar staan heel veel Engelsen. En die hebben het gewoon gezellig. Maar ver komen ze niet. Arrestatieteams racen naar de Dam. Want tot daar zijn ze gekomen. En ook daar worden ze opgepakt en weggevoerd. Een groep die de benen heeft genomen wordt alsnog ingesloten op de Amstel. En daar staan ze 3 uur vast. Ze worden gefouilleerd en geregistreerd. Als ze in de stad wonen mogen ze gaan met de boodschap om niet meer terug te komen. Ik deed niks. Ik wou een biertje drinken, maar dat mocht niet. Je had er nog 150 bij. Nou ja. De politie en de ME zijn oppermachtig. En natuurlijk, iedereen is onschuldig. Wat was je van plan? Ja, we gingen een biertje drinken met z'n allen. Maar... Ja? Ja. Oké, en toen? En toen kwamen ze van alle kanten, echt niet zo'n pakken. Ja hoor, alle railschoppers die niet in de stad wonen worden met bussen afgevoerd. Een avondje knokken is helemaal in het water gevallen. Het voetbal ging wel door. De wedstrijd tussen Nederland en Engeland eindigde in 2-2.